Aan. Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en na 144.1 komt 144.2. Twee afleveringen deze week, dus heb je 144.1 nog niet gezien, check die eerst even, anders klopt er helemaal niks meer van. Ik wens jullie heel veel plezier met het kijken van 144.2. Ja, ik heb in het intro van gisteren al een beetje verteld wat deze week allemaal een beetje voorbij is gekomen. Geniet van deel 2 van deze week 144.2. Welkom bij deel 2 van deze week, verder met de Seat Leon. Nieuwe sensor gemonteerd, oliefilterhuis kan weer terug. Seat Leon, linker wielager, links voor, was aan vervanging toe. Nieuw is al reeds gemonteerd. We gaan zo meteen de remschijf weer terug monteren en de klauw. Hier ligt het oude wielager. Bij deze Seat Leon gaan we ook de waterpomp vervangen. Hier zie je allemaal opgedroogd koelvloeistof waar die flink gelekt heeft. Hierboven zie je het punt waar die gelekt heeft hier. Waar ik met mijn lamp aanwijs. Daar gaan ze allemaal aan lekken. We hebben al heel eind los. Nu even de oude eraf halen, wachten op de nieuwe. Het is woensdagavond, 9 uur. Onze Bram is samen met een maatje van hem de kantine verder aan het afmaken. Onze Floor komt even controleren of het alles goed gaat. Hè? Ja, het zit ondertussen dicht. We hebben laminaat besteld. Hier komt een mooie nieuwe laminaatvloer in. Hier komt de keuken met een hoge koelkast met een vriesvak. Een vaatwasser, magnetron erbovenin. En dan hierin, deze wand, komt een joekel van een raam van 250 bij 3 volgens mij. Dus hebben we lekker veel daglicht. TL-bak die gaat natuurlijk verdwijnen. Er komen een paar leuke spotjes in plafond. Ik heb de Audi SQ7 naar buiten gereden. Die hebben we even voor een dagje verzekerd. Die gaan we meenemen morgen naar Duitsland. We gaan weer iets heel moois ophalen. We hebben de kar erachter hangen. Parkeer ik zo meteen thuis. Morgen vroeg om 6 uur gaan we vertrekken en dan gaan we weer een dik kanon ophalen. Er was iets mis met de microfoon van de camera. Het is 6 uur in de ochtend. We zijn onderweg naar Duitsland. We gaan weer een hele mooie en bijzondere auto ophalen. Zometeen meer. Goedemorgen Duitsland. Een prachtig mooie zonsopgang. We moeten nog een uurtje of 3 rijden. Beloofd lekker weer te worden, volgens de baas naast mij. We zijn er bijna, 19 kilometer. Het zonnetje heeft plaatsgemaakt voor wat mist. Dus hier, het is behoorlijk bergachtig hier. Erg mooie omgeving, het is in de buurt van Kassel. Nog 19 kilometer en dan gaan we die nieuwe bolide bekijken. Ondertussen op de zaak. Is Tom bezig met de X5M, hebben wij vrij recent geleverd. Nu is de luchtbalg rechtsachter lek, dus die gaan we onder de garantie vervangen. Achter de schermen, Tom aan het filmen. De Seat is weer klaar. Even warm rijden. Dat alles goed is, koelstof is weer gevuld. Nieuwe waterpomp zit erop. Daar, die blinkende. Kan hij zijn weg weer vervolgen. De witte Range Rover Velar die in de showroom staat. Die was toe aan onderhoud. Dat doen we meteen even. Dan kan, als die verkocht is, kunnen ze meteen rijden. Olieservice. De luchtfilter moet vervangen worden. En de interieurfilter. En dan staat hij te wachten op een nieuwe eigenaar. Dat is een dikke 23 inch. Ja, we komen hier in een dorpje. Dussel. Het ziet er erg mooi uit allemaal. We hebben afgesproken bij het bedrijf van die meneer.
heeft een groot staalbedrijf, staalbouwbedrijf. Nu rechts afslaan. En daar hebben we afgesproken. Zet dan even. Budo. Over 200 meter links afslaan naar Dazenhoornatjetraas. Nou, dit is die. Lamborghini Performante uit 2018. In een hele dikke geel metallic kleur. Echt die typische palenmoer gele kleur van Lamborghini. We gaan hem bekijken. Zoals altijd heb ik natuurlijk alles al gecontroleerd wat ik digitaal kan controleren. Met CC-nummer de dealer gebeld. Onderhoud gecheckt of er alles klopt met de gegevens die ik doorgekregen heb. Eenmaal aangekomen, dan check ik de auto even met de lakdiktemeter. Deze Lamborghini is voorzien van X-Pel, folie of PPF. Op het dak, op de voorschermen, op de motorkap, op de bumper. Ja, een brug is hier helaas niet. Dus we gaan even wat ochtendgymnastiek doen. Om toch de motorruimte van onder ook te bekijken. Van boven hebben we zojuist gedaan. En van de onderkant nog even kijken of dat alles mooi fris en schoon is. Het is natuurlijk een visuele controle. Ben je het doen? Huh? Ben je het doen? Even slapen. Even stoppertje. Oh, lekker soepel, hè? Ja. Oh. Dat ziet er allemaal nieuw uit. Ja, we zijn hier bij de eerste eigenaar. Dus deze man heeft deze Huracan nieuw gekocht. Hij heeft nu een dikke STO besteld. Ondertussen op de zaak is Tom bezig met die E61. 35 diesel touring. Hij heeft het thermostaathuis gedemonteerd. Die ligt hier op de tafelwagen. En één verdieping hoger ligt er nu wel klaar. Ja. Ja, hier in Duitsland zijn we ondertussen een uurtje verder. De auto is dus akkoord bevonden, we hebben het geld overgemaakt en we gaan hem nu laden. Ik vind hem persoonlijk vetter dan de groen. Ja, Don, ik had het met Don al over. En die zei van eigenlijk was mijn keuze op die groene of een gele. Ik vind dat geel echt wel heel dik. Het
is echt een hele harde paar woordkleur. Ja. Dat is echt een dikke kleur. Met die schijven zo, of met die klauwen bedoel ik. Ja. En ik vind ook onder die sticker komt dan beter uit. Ja, dat is ja. Nou goed, het is echt een auto die kan bijna elke kleur hebben. Ja, ja dat klopt. Ik ben nu bezig met een rode performante. Dat is ook super dik. Ja, rood vind ik dan, heb ik dan toch weer met Ferrari. Ja. Ja. Dan zou ik, als ik voor Lamborghini zou gaan, dan zou ik toch wel... Ja, nou, die auto kan bijna alles hebben, vind ik. Geel of groen. Maar ja, dat grijze wat wij laatst hadden was ook vet. Ja. Ja. Oftewel, altijd mooi eigenlijk. Het is altijd goed. Ja. Dat is niet bij elke auto zo. Nee. Even kijken. Er zitten partijen rekeningen bij, joh. Niet normaal. Ze hebben een keer bij Lamborghini de remschijven achter vervangen. De auto heeft een garantie tot mei 2022 volgens mij. Ja, het is niet... Hij heeft er een paar rekeningen bij, daar gaat het helemaal nergens over. Perfect onderhouden. Heel veel storen erbij. Hij heeft een nieuw gekocht. En voor de dichtstbijzijnde dealer moet hij hier 230 km rijden. Dat is de dichtstbijzijnde dealer van Lamborghini. Nou, ik vind dat toch wel mooi dat hij dan vertelt dat het een jongensdroom is. Ja, hoe vet ja. Is het als je je jongensdroom waar kunt maken? Hè? Ja. En nu heeft hij dan een, wat zei jij? Hij heeft een Huracan STO gekocht. Splinternieuw. Dat is weer next level voorbij, de, in ieder geval na de performante. En hij heeft een hele vriendengroep. Die hebben allemaal, hij zei eentje heeft er een GT3 RS staan, een F430 Scuderia, nog een GT3, die heeft een Huracan. Dus die hebben van alles. Hij, en sommige van ons willen wel eens een keer wissen. Dus ja, mochten we er vanaf willen, dan hebben we jouw nummer. Dat is eigenlijk wel leuk dat je weer zo'n nieuwe collectie hebt. Dat je nou wel een keer een zaak hebt gedaan natuurlijk. Hè. Want deze man was heel voorzichtig. Met contact en met gegevens doorgeven en zo. Ik natuurlijk ook. Ja, maar ik snap het ook wel. Ja. Voor de maker was ooit wel lastiger. Hij heeft in eerste instantie met een andere e-mailadres gemaild. Omdat hij niet wil. Hè, dat er mensen die verkeerd willen. Ja. Hem gaan oplichten of iets in die richting. Dus. Maar goed, we zijn hier bij zijn bedrijf. Ziet er allemaal goed uit. Ik zou zeggen, laat die vriendjes maar bellen. Ja. Dus de baas had toch gelijk, hè, dat het lekker weer werd. Ja, volgens mij de baas altijd gelijk. Tenminste, dat denkt de baas. En zo niet? Dan toch. Dan toch. Een plaatje. Nou, we zijn weer vertrokken. Kijk dan erachter, mooi hè. We hebben die carbon spoiler meegenomen. Die kregen we mee. Dus we zijn nu onderweg naar Dortmund. Daar staat nog een 2020 Audi RS6 C8. Gaan we toch even kijken voor de zekerheid. Kilometers zijn goed, opties zijn goed. Dus wie weet. Staat ook weer bij een particulier. Daar ben ik meestal niet zo'n fan van. Maar nu zit ik op de route en dan moet dat lukken. En waarom ben ik geen fan van particulier? Ik heb dat meerdere malen meegemaakt. Dan heb je alles afgesproken. Tot in de puntjes. Dan ga je rijden. En dan krijgt die klant die avond van tevoren een hoger bod. En dan zijn ze in één keer niet meer bereikbaar. Dat kan ook best zijn, dat is gebeurd toen met die R8 in Dachau. Je weet het niet, maar ik heb er gewoon een hekel aan om voor Jan Piet Snot te rijden. Maar we gaan nu even onderweg, we moeten 120 km rijden, zijn we in Dortmund. En dan bekijken we die RS6 nog even, en dan weer richting Uden.
laatst verkochte RF5. Gaan we even zien van een nieuw setje velgen met winterbanden. De 530 diesel, die loopt maar als een zonnetje. Alles weer gemonteerd door Tom. Even een mooi plekje gezocht voor de thumbnail. Dat is hier prachtig mooi, hè? Fantastisch. En het weer hebben we mee vandaag. We hebben natuurlijk al best wel wat slechte dagen gehad, maar dit is toch heerlijk. En ja, ik blijf het herhalen, want gelijk als zonnetje schijnt toch? Maar daar vrolijk van. Hier het resultaat van de Porsche Cayenne. Echt veel dikker uit. Die mag nog even gepoetst worden. En dan gaat die showroom in. Nou jongens, het begint wel aardig gaaf te worden. Een beetje een taaie reet. Maar we zijn nog een uurtje of twee van huis. Het heeft allemaal een beetje tegengezeten. Heel veel file, heel veel bouwstellen. We gaan nu even tanken en die gele MF opzoeken. Ik ga even de buikjes vullen en dan gaan knallen we hem door naar Uden. We zijn nu bij grensovergang Duitsland-Nederland. Wij zouden nog even naar die C8 gaan kijken. Ik had er een afspraak mee, maar ook daar ging het weer mis. Hij moest ineens naar de dokter toe. Horen we vaak de laatste tijd. Die afspraak kon niet doorgaan. We hebben nog een 40 minuten te rijden. Zijn we weer in ons mooie Uden. Het zonnetje schijnt nog steeds, we willen nog meer. Denk je. We zijn weer gearriveerd in Uden. We gaan hem lossen en dan wordt hij compleet klaargemaakt. Het zal ongeveer wel weer een week of twee duren dat hij compleet klaar staat. En dan staat hij er online. BMW 530 diesel Touring E61. Maar even de winterwielen alvast gemonteerd. Die banden die jullie gisteren zagen met die scheuren erin. Dat was ook geen optie meer. CLA 200. Orange Art Edition. Die wordt ook onder handen genomen door Luc. Olieservice, nieuwe banden monteren en dan kan hij weer door. De verkochte esterielblauwe BMW 435 Coupé, voorzien van een M-Performance onderlip in het glanszwart. Dan gaan we morgen nog even de diffuser achter wisselen. Die is nog niet binnen helaas, dus die anthracietgrijze versie gaat eruit. En dan gaan we dan de glanszwarte versie Performance plaatsen. Eli is volop bezig met die nieuw binnengekomen SQ7. Al een heel verschil met gisteren. Mooi in een paar stappen gepolijst. Interieur is weer helemaal nieuw. Het hele boekje. Audi Q7, 3-mm S-Line. Is hier binnen voor het vervangen van een verstuiver. We gaan alle gloeistiften vervangen en één verstuiver die lekt. Daarom hoor je hem iets anders lopen. We gaan eerst even een andere klus klaren. Miltek uitlaten monteren onder een Seat Leon. En dan gaat die Q7 weer naar binnen toe. Deze gaan we monteren. Seat Leon FR. Voor het monteren van een Miltek uitlaat. Hier ligt de nieuwe al klaar. Seat Leon FR van 2018, montage van die Miltek, is al gemonteerd. Hier zit het koppelstuk, hier zit het koppelstuk, zeg je radar tegen me aan. En vanaf daar geen dempers meer, alleen de einddemper. De uitlaat die gedemonteerd is deze.
En dan kom je hier dus bij de einddemper. Er zat hier nog een extra demper. En die lopen over in die middendemper. Dus die vervalt. Die vervalt en die wordt vervangen door de Miltek einddemper. Erg benieuwd naar het geluid. De ons verkochte Audi S4. We hebben nu de velgen glanszwart gepoedercoat, 20 inch. Op verzoek van de klant. Sam Meijer is vandaag bij ons. Hij gaat bedrijfsfilm maken voor de nieuwe website. Dus het rijdt hem allemaal achter mij. De X6 die gaat ermee op. De Lamborghini Performante. En ik rijd in de Audi R8 Performance. Gaan we een paar mooie rolling shots van maken. En zometeen gaan we nog binnen shots maken. En dan wordt hij samengevoegd tot een mooie bedrijfsfilm voor op de nieuwe website. Voor velen een bekende plek. We hebben de X6 meegenomen, de Lamborghini Performante. En we gaan met de Audi R8 mooie shots maken voor de website. We gaan nu een shot maken. De Kick Up The Wake bus rijdt. Sam rijdt met de gele Performante daarachter. Ik ga de Performante en de bus inhalen. Dan volgt Sam mij met inhalen. En dan de X6. Wordt wel een dikke shot. Enorm. Ik hoop jullie mij kunnen horen. We gaan wat drone shots maken. Dus we gaan hier op een afgelegen weg. Hier is super rustig in het mooie Brabant. Gaan we een paar mooie shots maken dat die drone dus in de lucht hangt. En dat wij er voorbij komen gereden. Dus dat wordt erg dik. Wat een kleur, hè? Fantastisch. Zo gaaf, hè? En Sam? Zo gaaf. Dit is zo top. Hoe is hij? Ja, dit is wel erg vet. Mooi, hè? Ja, dit is echt heel goed. Goed zo. Luc is bezig met de Audi Q7. Hier liggen de verstuivers. Alle zes. Hij gaat dan lekken op de brandplaatjes. Er zijn deze plaatjes. Deze plaatjes zitten dan hier omheen. Hier zie je er nog eentje zitten hier. Dat koperen plaatje. Daar gaat je plekken. En dan ziet het er zo uit. Als je er onderin kijkt, heeft allemaal brandstof gelekt. Naar beneden toe. Helemaal onder. Wacht even, ik zal hem even scherp stellen. Ja. Dus we gaan. Hoeveel nieuwe verstuivers? Zes nieuwe brandplaatjes. Zes nieuwe brandplaatjes. En de verstuivers zijn allemaal getest en goed. Dus valt gelukkig mee, die verstuivers zijn schrikbaar en duur. Dus hij lekt alleen maar op de brandplaatjes. Gaan dus allemaal nieuwe brandplaatjes in. Wordt alles weer gemonteerd en dan is het leed weer geleden. De BMW 435 i-coupé, die hebben we al verkocht. Staat nog steeds hier. De klant wil hem pas hebben als hij compleet naar zijn zin is, naar zijn wens is. We hebben een paar mooie delen al gemonteerd. Nu liggen er een paar esteriel blauwe spiegels klaar. Ondertussen gemonteerd. En moest kijken hoe mooi en dik dit kijkt. Het gaat helaas niet altijd de eerste keer goed. Zometeen een paar bloopers. Dit was jou weer Rijtik op de Week, aflevering 144.1 en 144.2. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ook bedanken voor alle leuke reacties die wij elke week weer mogen ontvangen. Vergeet niet te abonneren onder dit filmpje. Abonneren drukken, belletje aan en je krijgt automatisch onze updates te zien. Heb je nu nog geen Ride Kick It Week merchandise, dan hoor je er gewoon niet bij. Dus mocht je iets willen bestellen, ga naar de beschrijving van het filmpje. Staat precies in hoe dat je een polo, een hoodie of een petje kunt bestellen. Ik zie jullie graag volgende week terug voor aflevering 145. Tot volgende week. En tot volgende week.
144.1 en 144.2. De beschrijving van het filmpje staat precies in wat je... Want het is wel toch wel ons streven. Het is wel erg leuk als we daar aan toe komen. Dat is gewoon een Nederlandsman sukkel. Erg leuke dingen met jullie mogen delen. Ik vind het ook erg leuk dat jullie elk weer... Beste mensen. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer, jongen. En na 144.1...